Hele goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb denk ik een paar dagen niet gevlogd. Puur omdat ik het even een beetje kwijt was. Ik had best wel ongezond en sportte niet. En zo. Ik dacht ik moet even oppakken, even camera weg, even weer gezond eten. En dan als ik er weer een beetje in zit, even de camera erbij pakken. En dan voel ik me ook gewoon gelijk wat beter. Dus dat heb ik gedaan de afgelopen 3-4 dagen. Mijn wimpers zijn inmiddels helemaal af. Mijn ogen voelen veel beter aan. Dus dat is fijn. Ik heb alleen geen wimpers meer. Dus mijn ogen zien er een beetje gek uit. Ik heb vandaag een outfit aan van Boohoo.com. Ik heb zo'n maxi jurk aan. Ik laat je even zien. Ziet er echt cute uit. Ik vind dit soort jurkjes echt cute. Ik draag ze echt bijna nooit. Omdat ik heel stiekem vind ik het echt van die mommy dresses. Ik vind ze echt heel erg mooi. Maar het zijn toch een beetje van die mama jurken of zo. Maar ik vind ze wel echt heel erg cute. Ik heb allemaal ringen om. Ik heb die van LA Sisters. En deze had ik toen gekregen met het event. En dit is van... Ik ben de webshop even kwijt. Want ik ga deze dingen eraf halen. Ik zit over te twijfelen om het helemaal eraf te halen. Of gewoon voor heel kort te gaan. Maar dat zien jullie even straks wel. Dus nu een paar dagen aan het vasten om snel in ketose te komen. Dat wil zeggen dat ik dus een 12 van 8 alleen maar eet. Het is nu inmiddels 12:30. Dus ik ga even een kleine koffietje voor mezelf halen. En het lukt me eigenlijk aardig goed. Zo kom je gewoon even snel in ketose. En dat heb ik nodig. Want ik heb echt zoveel koolhydraten gegeten. Dat ik niet eens meer weet waar ik moet beginnen gewoon met eten. Maar het gaat me goed tot nu toe. Ik zeg het met de warme zomerdagen van laatst nu gelukkig iets afgekoeld. Omdat ik zoveel zin had in Red Bull. Ik zag iedereen om me heen Red Bull eten. Of drinken. Red Bull drinken. En ik had zoveel zin dat ik echt bijna het wou halen. Maar ik heb het toch niet gedaan. En nu, het is nu juli. Ik heb nu in totaal 7 maanden geen Red Bull meegedronken. En ik ben echt zo blij dat ik dat zo lang heb volgehouden. Want ik was echt verslaafd. Ik ontbeet gewoon met Red Bull. Yes, heerlijk een koffietje. Oh, ik ben net klaar met nagels en ik heb echt mijn lievelingsnagelset ever. Dit blijft gewoon mijn favoriet. Gewoon lekker kort, vierkant, hartstikke strak geveld. Echt love it. En dit is dus niet gel lak. Kijk of je het zo beter ziet door de belichting. Er is geen gel lak, maar dit is dus acryl. Kijk, zo zie je het een beetje van dichtbij. Kijk hoe perfect het geveld is. Ik heb ze vandaag laten doen door Kelly. Dus als je naar Deluxe, Snails en Spa gaat en je vraagt naar Kelly, dan krijg je precies dezelfde set. Het is wit acryl, geen gel lak. En zij kan ze echt als de beste veilen. Geen grap. De deksel van Smith Sarai voor deze beker is niet geschikt, want ik heb overal thee... laten vallen. Laten flikkeren. Maar het is zo lekker. Gewoon lekker Turkse thee te drinken. Je auto. Heerlijk. Oh, ik ben net thuis. Ik ga even snel editen. Want ik heb vandaag nog geen vlog online gegooid. Dat moet ik wel even doen. En daarna ga ik me even heel snel klaarmaken. En dan ga ik Nessie ophalen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb hem gemist. Ik heb gisteren nacht weer zo'n drama nacht gehad. Ik heb echt... Ik weet niet hoor. Ik weet niet wat er aan de hand is met mij. Maar ik krijg gewoon echt zeg maar, een soort van paniek. Als ik dus 3 of 4 uur niks hoor van Nessie. Maar niet dat hij mij heel tijd moet appen of zo. Want als ik weet dat hij ergens is, dan weet ik het gewoon. Maar hij is in het buitenland. En ik zei op een gegeven moment van, nou, ik wil best wel vroeg naar bed. Slaap lekker. Ik spreek hem morgen. Ik kreeg geen antwoord. En meestal zegt hij wel slaap lekker. Dus ik denk van, huh? En mijn berichtje kwam niet aan. Je kan het toch zien op app het niet aankomt. Nou, 3 uur later nog niks. Ja, toen ging ik allemaal rare scenario's weer in mijn hoofd halen en weet ik veel wat. En uiteindelijk bleek dus gewoon dat hij in slaap was gevallen. En ik maar stressen. Ik heb het zo vaak, maar ik denk ook van, ik moet ook even een beetje laten gaan en gewoon gaan slapen soms. Want ja, stel je voor, er is wat gebeurd en hij is in het buitenland. Ja, wat moet ik dan doen? Maar... ik heb gewoon een beetje moeite daarmee of zo. Ik weet niet hoe vrouwen dat doen naar mij kijken waarvan de man vaak weg is. Maar ik heb nooit zeg maar echt rust. En ja, het is mijn lunch voor vandaag. Oh, ik ben heel blij met mijn nagels. Komkommer, avocado, koolsla en kip met roomkaas en kaas. Oh, lekker dit. Die nou niet zoveel kusjes gegeven, ze flippen ze op nu. Oh, lekker zeg. Oh, ik kom net uit de douche. Lekker mijn haren gewassen weer. Ik ga mijn haren even doen. Ik wil heel graag weer even los haar voor een keertje. Want ik heb heel vaak
was gedaan de laatste tijd door het best wel warm was buiten. Maar ik ga mijn haar even doen, want ik en Nessie moeten nog een foto maken voor een heel leuke samenwerking. En daar ga ik jullie even straks wat meer over vertellen. En ik ga mijn nieuwe oogpotlood opdoen. Ik ben heel erg benieuwd of het mooi is bij mijn ogen eigenlijk. Oh, ik heb me inmiddels klaargemaakt en mijn haren gedaan. Oh, ik heb mijn haren echt zo heel erg gemist. En tegenwoordig doe ik het altijd hier een beetje vast. Want dat vind ik wat mooi, want ik heb daar echt een heel rare plukje. Maar waar ik dus net aan dacht, ik heb me dus helemaal klaargemaakt. Ik heb nog even een kwartiertje voordat ik Nessie moet ophalen van de airport. Ik heb dus laatst een nieuwe tas gekocht. En ik dacht, misschien is het wel leuk om nu uit te pakken voor jullie in de kwartiertje dat ik nu heb. Om te laten zien voor welke tas ik heb gekozen. Zo, ik heb de camera even goed neergezet. Volgens mij is het wel goed. Zo, alleen is het een beetje... Hij moet eigenlijk iets lager nog. Ik denk dat het zo wat beter is. Als jullie me iets slechter horen, er zit hier een ventilator naast. En die kan ik echt niet uitdoen, want ik heb het echt heel erg warm. Oh, heerlijk. Ik heb trouwens mijn nieuwe oogpotlood uitgeprobeerd. Ik ben er heel erg blij mee en ik heb het echt heel subtiel opgedaan. Ik heb dus laatst een tas gekocht en ik ben er echt super blij mee. Echt heel erg. Hij stond heel lang op mijn verlanglijstje en ik heb hem eindelijk kunnen halen. Echt nog steeds heel erg happy. Ik heb hem nog geen één keer gedragen. Het is helemaal nieuw. Ik heb dus een tas gekozen van Saint Laurent. Ja, ik ben er echt super blij mee. Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Ik ging er eigenlijk heen met het idee dat ik een kleinere variant hiervan zou halen. En ik wil eigenlijk ook een andere kleur. En ik ben thuis gekomen met een heel andere kleur en een heel andere variant. Maar ik ben weer terug. Ik moest mijn kat even kalmeren. We zitten echt de hele dag te vechten. Ja, ik ga jullie even laten zien welke tas ik heb gehad. Dicht doen zodat je hem niet gelijk ziet. Ik heb er trouwens geen doos bij gekregen. Wat ik echt heel erg apart vond. Dat had ik natuurlijk wel verwacht. En ik spaar die dozen dus ook. Maar je krijgt hier dus geen doos bij. Een uitleg van de medewerker was dat ze dus meer bezig zijn met het milieu. En dat ze dus niet voor elke variant een bepaalde grootte van doos hebben. Dus ze hebben wel voor een. Ze zei als je voor de kleinere of voor de grotere ging, dat je dan wel een doos kreeg. Maar voor deze tas specifiek hebben ze dus geen dozen meer. En het heeft te maken met het milieu, wat ik op zich best wel oké vind. Maar ik vind het ook wel jammer dat ik geen doos erbij heb gekregen. Maar, oh, hij is zo mooi. Hij is echt zo mooi. Ik ben dus gegaan voor deze tas. Eerlijk, vinden jullie het niet een Miriam tas? Echt voor wat ik de laatste tijd allemaal zeg maar draag en zo. Is het echt zo perfect. Dit is de Sac de Jour. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Mijn Frans is echt bagger. Maar dit is hem. En ik wil eigenlijk dus de kleinere versie hiervan. Het heet de Nano of de Neno. En deze is de Baby. Volgens mij is dit de klassieker. Deze is dus een stuk groter dan de Nano. En ik ben heel erg blij dat ik voor deze grote ben gegaan. Want hier past echt... echt veel in. Wat ik heel erg belangrijk vond is dat mijn mobiel erin paste, mijn camera en mijn portemonnee. En de kleinere variant hiervan paste eigenlijk ook gewoon mijn portemonnee, camera en mijn mobiel in. Maar hier kan je nog lekker je zonnebril erbij doen. Gewoon, je hoeft er niet over na te denken. En dat vond ik echt heel erg fijn, zeg maar. Het ook echt een dagelijkse tas voor mij wordt. En deze kleur, mijn god. Ik was echt gelijk verkocht toen ik deze zag. Je hebt hier dus een slotje, maar die is bij mij zilver. En zoals jullie weten ben ik echt een liefhebber van goud. Dus ik laat hem waarschijnlijk ook gewoon zo. Hij heeft ook hier aan de onderkant zilveren details, maar dat vind ik niet zo heel erg. Verder wou ik dus eigenlijk voor een andere soort leer gaan. Ik wou echt dat matte leer, zeg maar. Volgens, het heet Smooth leather. Daar wou ik echt voor gaan. Maar toen zei de medewerker van ja, er komt wel heel snel krassen op. Vooral omdat jij nepnagels en zo hebt, zou ik er niet voor gaan. En toen ben ik er eigenlijk niet voor gegaan. Want ik weet dan zeker bij mij heel snel krasjes erop komen en zo. Want ik ben gewoon niet zo zuinig met mijn spullen. En meestal smijt ik mijn tas gewoon overal en nergens. Dus ben ik gegaan voor deze leer. Dus kalfsleer. En met zo'n kroko effect. Dat ik echt super mooi vind. Eén belangrijk verschil met de kleinere variant en deze. Want hier heb je dus in het midden ook zo'n, kijk, zo'n portemonnee-achtig iets. Die je volgens mij ook eruit kunt halen. Oh nee, deze kan je er niet uit halen. Oh jawel,
Deze kan je ook zelfs eruit halen. En het heeft de kleinere variant ook niet. Die is gewoon zeg maar zo los. Kan je alles erin doen. En voor de rest kan je hem ook anders dragen. Maar dat vind ik eerlijk gezegd niet heel erg mooi. Ik vind het gewoon vooral een heel mooie handtas. Ja, ik ben hier echt heel erg happy mee. Ik ga heel snel mijn schoenen aandoen. Net zo ophalen volgens mij. Ben ik nu 5 minuutjes te laat. Oh my god, ik dacht ook, ik wou de tassen pakken. Was op is fucking zwaar. Wat kan jij erin? Wat ga jij erin dan? Ik dacht ook al, what the fuck? Ik ga richting de auto en ik neem mijn thee gewoon mee. Want ik vond hem gewoon te lekker om te laten staan. Ik ben aangekomen en Nesim is net geland. Dus ik verwacht het nog even duurt tot hij hier is. Dus ik ga even in de tussentijd een vlogje kijken of zo. Nou, Nesim is back. Au. Nesim heeft even voetbalschoenen gekregen van Puma. Dat is vet hoor. Wij hebben net even samen een filmpje opgenomen voor Katte E. Want wij moeten binnenkort een hele zaal vullen met onze volgers. Dus jij kan er ook aanwezig zijn. En ja. Wij mochten van Pathé een soort van giveaway doen. En dan een hele zaal vullen eigenlijk met onze volgers. Dus dat is echt super leuk. Filmplaats is op 17 juli. En het gaat om de film The Lion King. Dus ik vind het echt super leuk. En op dezelfde dag vindt de première ook plaats van The Lion King. Dus we hebben daarvoor net een filmpje opgenomen. Nessie is hem nu aan het editen. Ik ben nu Plas van Lira aan het schoonmaken. Waar ik helemaal gek van word. Ze heeft weer gepist. Ik snap echt dus niet waarom. Ik word er een beetje gek van. Een stuk om de edit van Nessie. Maar ik ga de Lion King muziek eronder doen. We hebben net sushi besteld. Maar ik mag natuurlijk helemaal gaan sushi eten. Dus ik heb voor het eerst, en dat doe ik echt nooit, sashimi besteld. En ik heb een zalmsalade besteld. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit is onze bestelling. Sushi voor Nessie. Sashimi voor mij. Ik heb hier echt zoveel zin in. Dit is zalmsalade. We hebben heerlijk gegeten. Vond je het lekker trouwens, Ness? Ja. Ben je vergeten wat je hebt gegeten? Ik moet ervan nadenken. Ja. We hebben net even vlogs van Nessie gekeken. Oh, mijn ding zit vast op mijn horloge. We hebben net even vlogs van Nessie gekeken van zijn trip naar Londen. En we hebben ons dood gelachen. Vind ik leuk. Ja, ik vond het echt grappig. En wij liggen nu lekker op de bank en Nessie is aan het editen. Ik heb net de kattenbak schoongemaakt. En ondanks dat de kattenbak niet helemaal fris was, rook ik helemaal niks. En dat komt dus omdat ik dus vandaag dit heb gekregen van Karin van Beauty Stories. Even kijken of jullie mij zo willen zien. Ja. En dit is niet normaal lekker. Als jullie goed kijken naar de stokjes, zit ook helemaal die vloeistof zeg maar erin. Het ruikt echt zo sterk. Niet normaal. Als je mijn huis nu binnenkomt, ruik je gewoon gelijk dit. En de geur is abnormaal lekker. En voor de rest heb ik dus ook deze roomspray van haar gekregen. En je kan deze bestellen bij Beauty Stories. En je gaat hier echt geen spijt van krijgen. Want ik heb nog nooit zo'n lekkere roomspray geroken. Zo kom ik in mijn gezicht van. Oh, dit is zo lekker. En hij blijft ook echt super lang. Echt, ik heb sowieso echt een verslaving aan roomsprays en dat soort dingen. Want zoals jullie weten koop ik het best wel vaak van Robijn en zo. Maar deze geur is echt heel erg anders. Het is alsof je zo'n heel chique winkel zeg maar binnenkomt en je dit ruikt. En het blijft zo lang. Niet normaal. Zo, ik ga een salata maken met tamata. Zo, hier hebben we dus tamata. En aangezien ik niks thuis meer heb en alles op is, heb ik hier nog een rode paprika. Ze ziet er niet echt mooi uit samen. Maar ik ga een rode paprika bij snijden. En lekker citroenen. Dan olive oil. Zout. Pepper. Yes. Nou, zo spectaculair ziet het er niet uit. Maar het zal wel smaken.